We zijn hier vandaag bij Breng en zij hebben samen met Plurijn de OV-stewards in het leven geroepen. Maar wat zijn OV-stewards eigenlijk? Nou, ik ben benieuwd. Jullie ook? Nou, laten we gaan kijken. Een OV-steward helpt mensen binnen het openbaar vervoer. En met name is het, wat kun je dan tegenkomen, is hoe kom ik in de bus als je dus niet valide bent. Het in- en uitchecken heeft toch ook vaak wel sommige mensen hulp bij nodig. Mensen gaan begeleiden in de bus en rolstoel helpen met mensen in de bus, dat de mensen op een goede plaats staan in de bus. Of andere mensen die slechte been zijn, ook helpen in de bus dat ze op een goede plaats zitten. Ja, heel mooi werk. Ik denk dat je altijd mensen in het OV hebt die altijd wel een steuntje in de rug nodig hebben. Ja, zowel in als buiten de bus. Omdat er altijd mensen zijn in het OV die daar een stukje ondersteuning in kunnen krijgen. Waarom heb jij nog een OV-steward ingeschakeld? Nou, ik heb de OV-steward ingeschakeld om een stukje zekerheid in te bouwen. Omdat de rolstoelplaat niet altijd werkt. En met behulp van de OV-steward voel ik me dan toch iets prettiger. Ze zijn niet allemaal zelfs de chauffeur. En sommigen zijn behulpzaam. En sommigen soms één is flexibel en ander is helemaal niet flexibel. Maar ja, dat maakt niet uit. Daar zijn wij voor om te helpen. Ik denk een stukje service in zijn totale geheel. Voor eigenlijk in principe voor heel veel reizigers. Ben je blij met de hulp die je krijgt? Nou ja, de hulp die ik krijg maakt me in ieder geval een stuk zekerder. Dus wat dat betreft ben ik er wel blij mee. Wij hebben een meisje die heette Anna. En die kwam uit Middingen. En die was hier geweest om te vragen of wij haar konden helpen met het begeleiden vanuit Nijmegen, station naar Groesbeek, naar de Bredeweg, naar de buurtmarkt. Nou, die heb ik een heel paar maanden, een paar weken begeleid. Van de Bredeweg weer terug naar Nijmegen, naar het station. Haar weer op de bus gezet, op lijn 80. Nou, een paar maanden geleden, toen kent ze het helemaal. En ze was heel super blij dat wij er waren en dat wij dat geleerd hebben. Ja, dat wij dat zo kunnen doen. Nou, kijk, als er de vraag gericht is, zeg maar, van nou, ik ben Jantje en ik wil graag leren van A naar B te reizen. Dan wordt er over het algemeen, hebben we eerst een kennismaking, willen we eerst precies weten wat iemand wel en wat iemand niet kan. Want zolang iemand iets wel kan, kan hij dat natuurlijk blijven doen. Dus het gaat heel erg op maat. Mensen die die vraag hebben, kunnen ons bereiken via het onderstaande nummer. Het Clean Team. Wat vind je van de steward van Marcel? OV-steward Marcel, ja, ik vind Marcel ontzettend behulpzaam. Hij voert zijn werk goed uit. En met de aanwezigheid van Marcel voelde ik me wel een stuk zekerder in de bus. Nou, wat een goed initiatief die OV-stewards. Voor mensen die het echt nodig hebben is het perfect. En wil je jouw nieuws naar buiten brengen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest.